nog bij de making-of. We zitten nu in de bus naar De Puy. Daar gaan we dan onze prachtige film maken in de bossen van de Ardennen. Ja, ik vind het wel leuk. En? Heb je er zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Ik hoop wel dat het mooi vindt. Ik denk van, we kunnen prachtige shots maken. En volgens mij wordt het ook echt heel mooi om gewoon mee te maken. Hier is het. Hé? Hey. Sukkel. Kom al. Jij bent? Ik ben regisseur. Ja. Wat ben jij? Ik speel René van Meulen, fotograaf. Ja, psychospeler, journalist. Wat ben jij? Cameraboy. Ja? En jullie gaan daar staan? Wij gaan achter Wesley staan. Die shit. Jij moet hun filmen. Dit komt echt helemaal goed, denk ik. Even teamwork. Kom maar. Actie. Wat een hectiek. Oké. Jij ontdekt het spoor, hè? Jij ontdekt het spoor. Hij weet er niet hoe het spoor eruit ziet. Oké. Wat volg je? Ik volg het helemaal, maar het is gewoon. Maar laat ons even doen. Anders doe maar gewoon even zoals jij het wil. Dan. Doe maar. Ja, maar jij bent de regisseur nog echt. Ja, maar ja, regisseur. Ja? Hier is een biertje. Ik heb hier een van de nieuwste gadgets. En die zal ik gebruiken om dit vast te leggen. Want dit moeten we de hele wereld laten zien, natuurlijk. Google deed dat heel anders. Jongens, we staan weer niks te doen, hè? Ja. Zal ze allebei wel opnemen? Nou, meneer de regisseur zegt wat de bedoeling is. Kom. Ja, jullie. Zo goed. Kut. Waar stek je lopen? Nee, ik heb dat van tevoren al gezegd. Hé, hey, luister eens. Ik heb dat toch van tevoren gezegd. Ik dacht dat ik dat pak had, maar dat was een fucking ezelpak, toch? Ja, boeien. Dan was ik dat toch dacht gewoon. Dat ik dat pak heb. Dan krijgen we nooit goed met achter. Even niet. Even niet, Zico. Ik ga hem weg. Even checken. En dan mag je weer verder klagen. Ik vind het toch een heleboel man. Ik ben de regisseur. Dan is nog altijd aan mij de keuze om de shots te maken. Ja. Jij hebt gewoon mee te werken. Maar ik weet niet, als het er gewoon niet uitziet, dan ziet het er gewoon niet uit. Dan ga ik misschien niet op waarom moet ik. Zeg dat dan. Hou dan niet stil. Jij zit hier echt, jij zegt echt een beetje naar beneden te kijken, een beetje rond te kijken en niks te zeggen. Op het moment dat niet meer beneden is het echt. Ja, weet je, het is Rick. Weet je wat we kunnen met jou te praten, want je kan niet eens normaal denken, Dat de hand gaat lopen. Ja, maar Geert is wel een beetje baasje aan het spelen. En je moet wel begrijpen dat Wesley. Ik denk, en daar ben ik, hè. Ik denk dat Wesley net wat lekkerder in zijn hoofd heeft lopen als Geert. En dan wil ik niet per se partij trekken voor Wesley of zo. Maar er ontstaat nu wel een ruzie. Ga niet meer verder. Prikkeldraad, alles overal hier, hè. Shit. Hey, Rick. Yo. Kom. Ja. Je kunt ook te fanatiek zijn. Doe gewoon je fucking camera ding. Dat je handicap. Godverdomme! Had je gewoon op moeten letten. Beter pak je die lenskapjes gewoon. Ja. Ja, wat de fuck moet ik met die lenskapjes? Oké. Ga oosten. Dit Joe pak maar statief of zo. Want, die kant op. Je weet dat we wel heel ver het bos in gaan. Ja, precies. So be it. Ja, precies. Ik zou niet per se. Maar jullie gaan er vanuit en normaal hebben jullie die leuke GPS of jullie mobieltjes, maar die hebben we nu niet, hè? Nee. Nee. Oké. Ga niet pakken kisten tegen mij. Ik, als je sleutels met Geert, dan nee, heb je die sleutels met Geert. Nee, echt stof mee in kant doen, man, want ik ben een beetje vervelend. En zeker als er struggles zijn, ja, dan kan je blijven filmen, doe heel even normaal. Rick. Je moet van school. Die is juist leuk. Dan kunnen we laten zien dat uiteindelijk het eindresultaat super mooi is. Maar je weet even goed als ik dat het eindresultaat waarschijnlijk zwaar kut gaat worden. Dus, Jongens, ik vind eigenlijk dat we wel diep genoeg in het bos zijn, Keert. Ik weet de weg wat terug. Ik weet waar jullie lopen een beetje. Ik loop
beter lukt op terug. Oké. Hou je bek dan. Oké, laten we filmen. Jullie twee zijn met elkaar in gesprek. Goed. Ik heb dialoog niet. Ja. Heel vast. Jullie voelen hem, jullie snappen hem. Ja. Nou, ik voel er heel weinig voor, maar ik ga wel meewerken. Het begint nu echt koud te worden en kanker te worden. Ja. En over een uur is het donker. Wat ben jij een gast, jongen? Zo. Ik heb helemaal maar niet zo'n kutplanning voor jou ook. Ik heb helemaal niks over. Weet je wat ik zeg? Ik zeg dat we gewoon cancelen. Dat we gewoon kappen nu. Ja, ik meen het. Maar joh, het is niet gelukt. Het is gewoon klaar. Nee. Ik bedoel, ik heb hier toch geen zak mee te maken, nee, want mijn fucking naam hoeft niet eens in die fucking aftiteling terecht te komen. Is goed. Ja. Fuck fijn. Dank je. Doe het. Een beetje. Nee, jij bent aan het kanker opgeheerd dat de shots niet oké zijn, maar jij bent aan die op die, hè? Ja. Ja? Laat maar nou eens zien wat jij in dat boekje hebt staan. Nee. Hij heeft niks in een boekje. Als jij nou eens gewoon je bek houdt, ik ben echt klaar mee. Nee, hier. Nou, laat zien dan. Hier, ik zal de grote lijnen voor je erbij pakken. Die staan hier. We zijn nou... Is dat één bladzijde voor? Deze. Dit zijn de grote lijnen. Oké, stop! Waarom loop je nou weg? We moeten een shot toch maken? Waarom? Hey! Ik weet niet man, maar ik heb er zo op deze manier echt geen zak zin meer in. Oh, nu moet je echt op kanker, dit vet ik klopt. Hey, dit gaat wel te ver jongens. Hey. Ja, wat moet je hiermee? Ja? Ik zet de camera anders even uit. Gaat hij nou weg? Meen je dit? Weet ik veel. Meen je dit, Geert? Ja. Wat zegt hij dan? Ja. Nee, maar dan houden we het gewoon van zien, toch? Ja, dan komen we terug. Weet jij de weg? Ik weet de weg. Ja. Ga gewoon even je bek houden. Dat is helemaal niks. Hey. Helemaal niks. Hou gewoon even je bek en ga zitten. Doe even. Zico. Die hebben helemaal geen zak aan, dit is toch hun pak, ja? Ga even hem halen, want ik ben echt gewoon... Ja, wat moet ik even gaan halen? Ja, jij bent er een beetje mee praten, jij kent hem beter dan ik. Dat is alles... Nee, Rick, rol op. Rot gewoon op. Laat het stief maar liggen, dan pak ik zo meteen wel. Ik neem deze camera mee. Niks met hem aan de hand. Jij? Helemaal niks. Er is niks aan de hand! Zeg
serieus, doe even rustig. Dit is met Chico. Is die nog? Rick, we moeten film maken nu. Dit is goed. Je maakt me echt kant gek. Jij maakt me kant gek met die camera, jong. Ga weg met die fucking camera, jongen. Nu. Stil, hè. Nou, stil. Sigo is weggerend. Ja? Hij rende weg en rende zomaar. Hadden ruzie? Hij rende in één keer. Ik weet niet waar hij is, maar hij komt vanzelf wel opdagen. Laten we gewoon verder gaan met filmen. Jou nou gewoon een gedeelte. Jop. Rustig. Lopen. Hij is terug naar het kamp, ja. Ja? Waarom de fuck twijfel je aan mij, jongen? Ga gewoon door, jongen. Wat je niet trouw? Waarom twijfel je jou? Loop maar, boy. Fuck me. Kom. Er is iemand, ja? Anders. Hij is terug naar het kamp. Dat is iemand anders. Dat zie ik ook niet. Ik hoor echt iemand. Ja, inderdaad, door iemand. Hij hoort niet hem. Loop maar gewoon door, man. Zo, een beetje dat je gelijk hebt tegen de berg. Loop. Lopen. Er is niks aan de hand. Hou je mond, kom! Give me the camera.